Leo van Bussel uit Asten ontving op maandag 24 januari de koninklijke onderscheiding lid in de Orde van Oranje-Nassau. In de jaren 60 begon Leo van Bussel met toneel en zang. Tot aan de dag van vandaag heeft Asten veel plezier aan deze kwaliteiten van Leo. Goedemorgen. 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 Dag meneer van Bussel. Dat is schrikken, hè? Even rustig. Ja. Heb je nooit de honey? Kinderen en kleinkinderen, of ze er nu live bij zijn of gewoon via het scherm, hè, dat zijn we in deze tijden ook gewend. Heel fijn dat ze op die manier toch ook erbij kunnen zijn. Mijn naam is Anke van Ekstel, burgemeester van de gemeente Asten. Ik denk dat u het wel weet. U gaf het net ook al aan dat u zei van ik herken u. Dus vandaag lijkt een dag als vele anderen. Maar dat is het niet. Het is een dag waarop wij onze waardering willen uitspreken voor uw jarenlange vrijwillige inzet voor de samenleving. U bent een vrijwilliger die al sinds jaar en dag klaar staat voor de samenleving. En daarnaast heeft u grote verdiensten als toneelspeler, cabaretier en zanger. In de jaren 60 begon u met toneel en zang. U speelde onder andere bij toneelvereniging CAPTA, het Zuid-Nederlandse revuegezelschap en theatergroep 2000. Ik heb mooie titels voorbij zien komen. U speelde onder andere in het stuk Het dorp der huichelaars, waar u in de huid kroop van, ik citeer, een gedistingeerde Franse dorpsveldwachter met net dat snufje autoriteit dat de tevens aanwezige burgemeester in dienstgezag niet tekort deed. U kon uw ei hier echt in kwijt en uw talenten op dit gebied bleven zeker niet onopgemerkt. U trad bijvoorbeeld op tijdens de opening van gemeenschapshuis De Klepel en ter gelegenheid van de opening van de provinciehuis in Nagels. Sinds 1968 bent u actief voor de Franciscusparochie in Asten. Onder andere meer dan 50 jaar als lector tijdens de eucharistievieringen en bijzondere plechtigheden. Tevens coördineerde u sinds 2019 de planning en roosters van de lectoren. En verder jaarlang actief als kantoor in de kerk, tijdens het zomerreces van de parochiekerken in Asten en Ommel. Solo of als lid van de driekoppige formatie Trio Cantare. Ook in deze coronatijd maakte men dankbaar gebruik van uw zangkwaliteiten. Vele malen heeft u kerkelijke vieringen muzikaal ondersteund, omdat parochiekoren als gevolg van coronabeperkingen niet mochten zingen. Dit is door de kerkgangers in deze lastige tijden enorm gewaardeerd. Ook hier biedt muziek troost. De congregatie van priesters van het Heilig Hart van Jezus in Breda wil u ook van harte bedanken voor uw toewijding en hulp, zowel op praktisch als emotioneel gebied. Uw inzet voor en contacten met de bewoners worden zeer gewaardeerd. U bent overal inzetbaar, heeft altijd een luisterend oor en handelt met groot respect zonder op de tijd te letten. Daarnaast verdient u een speciaal project extra vermelding. U heeft zich de afgelopen jaren helemaal vastgebeten in de coördinatie van het project met betrekking tot de verplaatsing van de graven van de paters van het oude patersklooster naar de parochiebegraafplaats. Een veelomvattend en ingewikkeld project dat vanwege diverse gevoeligheden vraagt om uitvoering met een menselijk oog. Dit project gaat u echt aan het hart. Vanuit de parochie Asten en de congregatie in Breda heeft men diepe bewondering voor uw inzet en aanpak. Dit jaar bestaat de van oorsprong cabaretgroep Pro et Contra maar liefst 50 jaar. En vanaf de start in 1972 bent u onafgebroken lid als zanger en vertolker van typetjes en sketches. Pro et Contra begon met lokale onderwerpen, maar later werden meer regionale en landelijke thema's voor het voetlicht gebracht. Soms serieus, soms wel ludiek. Een gewaardeerd gezelschap in Asten en omstreken. Daarnaast werden door de jaren heen vele mooie samenwerkingsprojecten met muziekverenigingen opgezet. U staat bekend om uw specifieke stemgeluid dat iedereen meteen herkent en raakt. Uw kunde om liedjes op een waardige manier te vertolken is onbetwist. Ook de overbruggende teksten tussen liederen waren vaak van uw hand. De laatste jaren voor de coronaperiode vonden veel optredens plaats voor ouderen. Zoals optredens tijdens het Alzheimercafé in verzorgingstehuizen en benefietavonden. Men omschrijft u als een sterk betrokken persoon, iemand die nooit verzaakt. Ook al waren er soms ingewikkelde nieuwe liedjes,
U beet zich er net zo lang en vast tot u de melodie op uw manier helemaal in uw greep had. Pro en contra met de heer Van Bussel als belangrijk onderdeel is derhalve al zeer lang van belang voor het culturele landschap in Asten en omstreken. En ik heb begrepen dat u nog altijd op donderdag repeteert. Ook worden daar liedjes opgenomen. Recent hoorde ik bijvoorbeeld een mooi nieuw nummer met daarin een terugblik op het Astense jaar 2021. Prachtig, ik kreeg daar kippenvel van. In 1974 werd u Prins Carnaval bij de Klot en sindsdien bent u zeer actief lid. U trad in 1975 toe als lid van de Oude Prinsen en 10 jaar lang paste u voor hen als penningmeester op de centen. Daarnaast maakte ook de Klot al die jaren al dankbaar gebruik van uw talenten als acteur, presentator, zanger en liedschrijver. Van de sleuteloverdracht, het Oude Prinsenorkest, de stunt met het linieijzer tot de MJNA-toppers. Noem het maar op, u was erbij. Een speciale vermelding verdient het luisterlied tijdens de zittingsavonden. Een eikpunt tijdens zo'n avond en een lied waar iedereen naar uitkijkt. Stevast ontvangt u hiervoor een staande ovatie. Afgelopen november hoorde ik u voor het eerst live zingen, tijdens de aftrap van de zittingsavonden. En ik kan u vertellen, uw stem heeft ook mij in het hart geraakt. De voorzitter van de Klot omschrijft u als voorbeeldvrijwilliger. Iemand die vanwege vele kwaliteiten regelmatig op de voorgrond staat, maar net zo lief op de achtergrond opereert. U heeft volgens hem ook echt de gunfactor, vanwege uw bescheiden, empathische en optimistische karakter. Tot slot wil ik ook nog graag aanstippen dat u sinds 2014 mantelzorger bent voor uw zus Nelly. Hier komt uw oude vak als verpleegkundige goed van pas. U ging vaak mee met ziekenhuisbezoeken en regelt zaken als boodschappen en de administratie. En 2 keer per dag een telefoontje. U bent voor haar al jaren een belangrijk medisch klankbord en mentale ondersteuner. Nelly waardeert dit natuurlijk enorm. Voornoemde opsomming van uw vrijwilligersactiviteiten is een heel groot compliment waard. Maar niet alleen een compliment. Daarom ga ik er nu even echt een officieel moment voor maken. Tot mijn grote vreugde kan ik u mededelen dat gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van uw activiteiten, het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om Leonardus Josephus Maria Gerardus van Bussel te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding. Dank je. Alsjeblieft. Normaal zou ik u de onderscheiding opspelden, maar dat mag ik helaas niet. Daarom vraag ik Hanny om dadelijk namens de koning en de burgemeester uw onderscheiding op te spelden. De doos met versierselen en een bos oranje bloemen bied ik u hierbij aan. Ja. En de bosbloemen voor Lanny. Want u heeft hem ook heel vaak moeten missen natuurlijk. Dankjewel. Beste Leo, als laatste. Ik weet dat de sterren niet gunstig voor u staan. En momenteel ongetwijfeld lastige tijden voor u en uw naasten zijn. Maar uit de grond van mijn hart hoop ik dat u ten volle kunt genieten van deze dag. En dat u nog lang tijd gegund is om niet alleen hierop, maar op uw hele mooie, rijke leven terug te kunnen kijken. Van harte hartelijk bedankt. Het is mij te veel eer die u nu hebt allemaal vernoemd. Ik denk dat het vaak gezegd wordt als mensen zoiets overkomt, dat het niet nodig is. Ik heb talenten gekregen. Ik vind iedereen zijn talenten moet gebruiken. Maar je moet ook de kans krijgen. En die heb ik gekregen door goede mensen om me heen die me die kans gegeven hebben. En daar ben ik dankbaar voor. Geniet ervan. Dank je wel. U heeft het verdiend. Dank je. Wie zit daar bij? Dank je wel. Bedankt hoor. Bedankt wel. Dank je wel. Jawel. Nou, wat het begin van de ochtend, van de week, kan ik wel zeggen. Inderdaad, ja. Wie had dat gedacht? Ja, totaal beduusd, Leo. Ja.
Terwijl ik beduusd ben dat ik nu pas erbij mag zijn. Ik vind het de eer om een bekende Astenaar die zoveel mensen blij heeft gemaakt met muziek en alles wat je gedaan hebt, dat hij nu pas een lintje krijgt. Dus het is oprecht verdiend. Je zegt het heel bescheiden. Maar hoe kijk je erop terug? Hoe kijk je daarop terug? De burgemeester heeft een heel verhaal. Ja, wat ik net gaat al zei. Om jou. Ja, wat ik net al zei. Het is te veel eer. En heel je leven ben je afhankelijk van andere mensen. En dat is voor mij het belangrijkste. Dat je de kans krijgt om hetgeen waar iedereen heeft een talent. En als je maar in de omgeving mensen treft die jou de kans geven om dat talent tentoon te spreiden, dan moet je dat doen. Ja. En die kans heb ik gehad. En ik ben ontzettend blij dat ik het heb kunnen doen. Ik had het nog graag heel wat jaren doorgedaan, maar dat zit er niet in. Ja. Nou ja, dat zei zo. Ja, de burgemeester refereert het al eerder, hè? Dat je heel mooie carrière hebt om op terug te kijken. Ja. Maar vooral dat je in je hart sluit dat je zoveel mensen zo gelukkig hebt gemaakt met je muziek. En wat je zegt, ik kan het niet alleen. Maar je hebt je talent gedeeld met anderen. Ja. Maar daarnaast heb je ook nog heel veel andere dingen maatschappelijk gedaan. En dat is ook wat niet iedereen doet. En vandaar is natuurlijk een lintje erg op zijn plaats. Oké. Okay. Nou. Dus geniet van deze dag. Dank je wel. En ik wil ook even een compliment aan Hanny. Want al die avonden dat je moest repeteren en weg was. Ja, is nooit een probleem geweest. Ja, dus het is een gedeeld lintje. En dank je wel. Ja, fijn. Dank je wel. Heel hartelijk bedankt iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. Het is fantastisch. Fantastisch. Dank je wel. Jo, en Jan. Dan moet ik wel een handje bij. Michel, jongen. Ja, bedankt. Dank je wel. Heel veel. We kennen elkaar al heel wat jaren. Heel wat, ja. Jan ook, iets kort, maar we zijn vanaf 1966 met de revue. En daarna naar Léon Grigore et ses amis. Ja. Waar ik dan ook een van mocht zijn, van die amis. En toen naar Pro et Contra, waar Toos ons door het cabareteske leven leidt en het muzikale leven en de typetjes en zo. En daarna kwamen er allerlei andere dingen natuurlijk, met jouw carnavalsgebeuren en zo. Dat was echt één probleem wat ik ooit aan van, als ik vroeg van, heb je daar nog foto's van of iets? Dan was het ja. Eigenlijk niet. Misschien wel, maar waar ze zijn, dat weet ik niet. En toen dachten wij, Jan en ik, van laten we die periode vanaf 1966 tot nu maar eens een kaart brengen. Zo. Een aantal hoogtepunten, dan heb je in ieder geval een archief. En dat hebben we gedaan, wil ik jou aanbieden, dit fotoboek. En dan zul je nog een aantal, onder andere Dorp ter Huigelaars, foto's daarvan, jij als veldwachter. Maar ook Krommelindert en op de muziekbeurs, maar ook als kok en zelfs illegaal, dat durf ik nou wel te zeggen als de burgemeester hier, als Babs. Dat is ook nog geweest. Leo, alsjeblieft, geniet ervan. En Hani ook natuurlijk. Dank je wel. Nou, dat zijn echte vrienden. Dank je wel. Dat is heel werk geweest, denk ik. Nou, de andere kant. Dan is je de boze ambtenaar. Ja. Blauw pilletjes. Ook in een wonder. Durm. Ja. Slaappilletjes. Ach. Wat leuk. Nou, dan moet ik op mijn gemak naar kijken. Wat geweldig. Dankjewel, jongens. Fantastisch. Graag gedaan. Leo zei het al, echte vrienden staan hier. Jullie zijn ook initiatiefnemer geweest om het lintje aan te vragen. Ja. Wat dacht jij? Dit moet gebeuren. Ja, dat is eigenlijk de aanleiding. We hebben er al een paar jaar geleden een keer over gehad. En nou, 50 jaar Pro et Contra dit jaar. En toen op Koningsdag, afgelopen jaar dus. Toen zei Willem-Alexander in Eindhoven van, mensen, als je iemand weet, gewoon aanvragen. Dus ik dacht, en dan gaan we dat doen. En toen kwam
de week erop in het Peelbelang de soort de rubriek van As, van de burgemeester, de oproep van als je lintje aan mag, moet dat voor 5 juli binnen zijn. Dus heb ik me niet gebeld. Ik zeg, nou, zo is het in gang gekomen. En ja, geslaagd. Ja, ja, een grote verrassing. Hè? Jan, hoe kijken jullie terug op de samenwerking? Want die is al zo intens lang. Ja, nou, het is niet alleen muziek wat we samen delen, maar het is ook gewoon de gezelligheid, de vriendschap. Ja, gewoon alles wat erbij komt kijken. Het is veel meer, want we zeggen wel, we repeteren iedere donderdagavond. Hè. Dat hebben we een tijdje niet kunnen doen vanwege de corona, maar nu doen we dat wel weer. Maar we zingen niet de hele tijd. We praten met elkaar, we drinken een glaasje wijn. We snoepen er wel lekkers bij en we hebben gewoon, dat zijn gewoon de topavonden. Het is gewoon helemaal geweldig. Supermooi muziek. En het mooie is het resultaat wat toch uit die donderdagavond komt, dat je daar uiteindelijk heel veel mensen mee blij maakt. Ja, dat liedje nou van As is wel, ik weet niet, 1200 keer bekeken en heel veel reacties gehad. En, in een hele korte periode, heel vaak bekeken. Ja. En we hebben nog wat meer nummers op de plank liggen die we kunnen uitbrengen. We doen daar rustig op ons gemak. Ja, we hebben er in ieder geval heel veel plezier van en we hopen dat we dat nog wel een tijd kunnen voortzetten. Ja, dat hopen met jou, met jullie, heel veel mensen. Inderdaad ook de cultuur weer En het is ook fijn, door die jarenlang samenwerken, voel je elkaar gewoon ook aan. Hè? Dus van welk liedje het leven leuk vindt en je teksten die hem aanspreken en dat soort dingen. Het is gewoon... Ja, bijna op een natuurlijke manier heb je het dan. Ja. Nou, ik zie het al. Een trio. Hè? Die heel veel plezier hebben samen. Ja, zeker. En nu nog een mooi naslagwerk gemaakt hebben. Ja, en ik hoop inderdaad dat jullie nog heel lang deze samenwerking kunnen voortzetten. Ja, dat hoop ik ook. Geweldig, okay. Dank je wel. Graag gedaan.